heb tot mijn 69 lopen tennissen. En toen kreeg ik dat hartfalen. Dat had ik al een tijd. Maar het werd steeds erger en erger. Het was ineens over met alles. Dus wij zijn heel blij dat ik in aanmerking ben gekomen voor de steunhart. Ton Miltenburg was 5 jaar geleden de allereerste Nederlander met een steunhart. Bij zijn linkerhartkamer is een pompje geplaatst dat het hart helpt met het rondpompen van het bloed. Die linkerhartkamer die moet de hele bloedsomloop van het hele lichaam voorzien. En als die verzwakt is, dan kunnen die mensen zich nauwelijks nog inspannen. En die pomp die neemt dat helemaal over. Dus dit gedeelte, de hele pomp en de slangetjes, dat zit allemaal in de patiënt. Deze slang, de driveline of de levenslijn zoals de patiënt hem noemen, die komt via de buikhuid uit de patiënt en wordt aangesloten op de controller, de computer. En die computer wordt weer gevoed door 2 batterijen. En ik doe er vrij veel mee, zeg het eerlijk. Op de camping zijn we de hele zomer bezig. Nou, dan zit je nooit stil. Het is takkie dit en een kwastje dit en... Maar ik zeg het verder, je hebt wel eens een slechte dag, maar over het algemeen gaat het heel goed. In de afgelopen 5 jaar hebben 37 patiënten van het LUMC een steunhart gekregen. Dat deed het ziekenhuis op eigen kosten, omdat de methode experimenteel was. Omdat de ingreep voortaan wordt vergoed, kunnen meer mensen worden geholpen. Nu is er natuurlijk enorme exposure door de toestemming en de publiciteit eromheen. Dus we verwachten dat onze collega's meer patiënten zullen gaan verwijzen. En dan kunnen al die patiënten, net als Ton Miltenburg, met een steunhart nog jaren verder leven.